De tijd van onbezorgdheid is voorbij. Vandaag begint de lange weg naar morgen. De dromen komen als een vlinder vrij. Niet langer in geborgenheid verborgen. Slechte tijden, een dag die als een nacht verschijnt. Goede tijden, slechte tijden, liefde leidt je tot het eind. Goede tijden, slechte tijden, nee het leven spaart je niet. Goede tijden, slechte tijden, soms geluk en soms verdriet. Wat een noodweer. Ik dacht ik verdronk op straat. Waarom ga je niet even zitten? Ontspan je een beetje. Neem een cognac, straks krijg je nog griep. Ik weet niet wat ik moet doen. Niks. Gewoon wachten. Niets is frustrerender dan niets doen. Alberts. Hallo, met Jan Henk. Mark en Dian die waren bij mij toen ik je belde. Wat bedoel je? Waar zijn ze nu dan? Ja, dat weet ik niet. Ze hebben kennelijk gehoord dat ik jou belde. En toen zijn ze er vandoor gegaan. Maar waarom heb je dan niet gezegd dat ze bij jou waren? Wie is dat? Jan Henk. Omdat ik wist dat jij dan hier zou komen om haar mee naar huis te sleuren. Ja, natuurlijk zou ik dat gedaan hebben. Als er nou iets met ze gebeurt, dan ben jij verantwoordelijk. Wat is er nou aan de hand? Ze waren al die tijd bij hem. En hij heeft ze gewoon weg laten gaan. Hè? Midden in de nacht? Hoe kon die? Ik ga naar hem toe. Ik ga met je mee. Nee, blijf hier. Stel dat die Jan belt. Geen stomme dingen doen, hè? Ik weet niet wat het zijn, stomme dingen. Maak je niet ongerust. Oh, het lijkt wel een orkaan buiten. Ik ga haar even doodmaken. Oh ja, dat is goed. Dan maak ik zo warme chocolademelk. Goed? Ik hoef niet. Ik kom alleen maar langs om je wat te vragen. Wat? Heb je zin om morgen mee naar het strand te gaan? Naar het strand? Weet je wel wat voor weer het is? Dat is morgen over. Dat zeg jij. Bovendien moeten we toch sparen voor onze reis. Ik kan moeilijk een dag vrij nemen. Alsjeblieft. Ik wil er een dagje tussenuit. Anders word ik zo zenuwachtig dat ik mijn examen nooit haal. En ik moet het halen. Ik moet iets afgemaakt hebben in mijn leven. En in mijn eentje is er niets aan. Ten slotte maar één dagje. Ik wist dat je mee zou gaan. Alleen omdat jij het leuk vindt. Ik heb niks gezegd omdat het mij verstandiger leek dat ze eerst even tot rust kwamen. Zij moeten hun eigen beslissingen kunnen nemen. Geweldig. En nou zijn ze weg. Je wordt bedankt. Ja, sorry, ik kon... Mark rijdt als een gek. Straks maakt hij nog een ongeluk met dit weer. Jij denkt toch niet dat ik dit bedoeld had, hè? Ik heb gedaan wat mij het beste leek. Je had helemaal niets moeten doen. Nee, misschien niet, nee. Maar ze waren wanhopig. En ik heb tenminste nog geprobeerd om met ze te praten. Oh, wat wil je daarmee zeggen? Laat maar. Altijd als er iets met mijn gezin aan de hand is, dan ben jij er op de een of andere manier bij betrokken. Vind je dat niet vreemd? Ja, ik wist dat je dat zou zeggen. Het enige wat ik van je vraag, is of je daarmee op wil houden. Meer vraag ik niet. Mag ik iets tegen jou zeggen? Toen ik voor het eerst bij jullie thuis kwam, toen zag ik daar alles wat ik ooit wilde hebben. Een leuke vrouw. Kinderen. Een mooi huis. Wil je alsjeblieft je mond houden? En er was nooit iets tussen Karen en mij gebeurd als jij haar niet zo verwaarloosd had. En Dian was hier nooit gekomen als Karen nog thuis was geweest. Ze kon niet met jou praten omdat jij er nooit was. En als je er was, luisterde je niet. En als jij zo doorgaat, raak jij Dian ook voorgoed kwijt. Er komt allemaal water hier naar binnen. Ja, er zit een gat in het dak. Ik had hem eigenlijk maanden geleden al willen repareren. Nou, zal ik dan maar vast beginnen met hozen? Ik kan er ook niks aan doen. Als ik wist dat het zo zou lopen, dan waren we... Ja, maar het is ook jouw schuld helemaal niet. Jij kon toch ook niet weten dat Jan Henk ons zou gaan verraden? Jawel. Ik had het moeten weten. Zodra er iets is, staan ze allemaal op één lijn. Ja. En toch dacht ik vroeger dat mijn ouders anders waren. Nee. Ze zijn allemaal hetzelfde. Ze denken allemaal dat je hun bezit bent. Ze weten alles beter. Ik kreeg bijna het gevoel alsof we iets misdadigs aan het doen waren door Jeff. Idioot.
Alleen maar omdat we elkaar graag willen zien. Nou ja, ik verzin wel wat. Ja, dat weet ik toch. Gaan we naartoe? Ik weet het niet. Als we maar ver weg zijn bij je vader en Laura. Ik probeer maar wat te slapen. Mm-hmm. Heb je nog iets gehoord? Nee, niks. Jij? Nee. Niets waar we wat aan hebben. En hoe was het bij Jan Henk? Ach, die heeft zijn best gedaan. We moeten ze vinden voordat er echt iets ergs gebeurt. Ja, maar hoe? Ik heb me suf gepiekerd. Geen idee wat ze van plan zijn. Nee. Mijn eigen dochter is als een vreemde voor me. We kunnen niks anders doen. Wat ga je doen? Ik ga de politie bellen. Ik heb zo links en rechts eens geïnformeerd. Binnen een week heb ik een andere producer voor je. Dan kun je die loser dumpen. En dan wil ik die ander wel eerst even zien voordat ik met Dick ga praten. Natuurlijk, dat begrijp ik. Daar zorg ik voor. Heb ik je verteld dat ik dat hoesontwerp van Dick zo slecht vond? Mm-hmm. Nou, ik heb zelf een ontwerp. Het is een ruwe schets, maar dit moet het worden. Ziet er goed uit. Wat stelt het voor? Kan je dat niet zien? Ja. Ik zie een dollar. Het is een verscheurd dollarbiljet en daar overheen moet de titel komen en mijn naam. Smaakvol. Maar denk je niet dat het beter is als er een leuke foto van je op die hoes komt? Nee, dat wil ik juist niet. Nou, mensen kopen zo'n plaatje nog eenmaal eerder als er een lief kopje op staat. Nou, dan mag er wel een foto van me op de achterkant, maar ik wil op de voorkant iets wat met het liedje te maken heeft. Wat heeft een dollar met het liedje te maken? Het gaat over een mislukte filmster, een meisje dat droomt van roem en geld en mislukt. Ja, ja, ik snap hem. Ik hoop alleen dat Dick mijn ontwerp zal accepteren. Oh, binnenkort heb je met hem niks meer te maken. En ik weet wel iemand die dat hoesje even voor je in elkaar zet. Dat wil ik zelf regelen als het kan. Ja, maar natuurlijk kan dat. Ik bied je alleen maar mijn hulp aan. Net als bij het vinden van een producer die een beetje zuinig met je weet om te springen. Zuinig? Ja, je weet wel, zo'n jongen die het zo regelt dat je niet altijd live hoeft te zingen. Dat is niet goed voor je stem. Je kan beter playbacken. Ja, maar dat kan iedereen. Ik wil juist laten zien dat ik wel kan zingen. Wij weten dat jij kan zingen. Maar dat betekent toch niet dat je je stem aan gort hoeft te zingen? Als je goede techniek gebruikt, dan gaat je stem heus niet stuk. Lieverd, heus. Ik weet waar ik over praat. Als jij straks in een rokerig zaaltje op het podium staat, dan kun je beter niet echt zingen. Je zult me nog dankbaar zijn voor mijn adviezen. Let maar eens op. Mijn moeder belde me midden in de nacht op. Volgens mij had ze aardig wat gedronken. Kon nauwelijks van afkomen. Arnie's nachtzorg. En waarom open je geen 06-lijn voor weggelopen moeder? Lach er maar om. Nou, voor mij mogen die colleges beginnen. Tenminste wat anders aan mijn hoofd. Het gaat door. Ik heb een beurs aangevraagd voor rechter. Nou, als je maar niet zo'n bal wordt. Ja, ik weet niet of ik dan nog met je om kan blijven gaan, hoor, Pijt. Nee, serieus. Ik verheug me erop om iets zinnigs te doen. Andere mensen ontmoeten. Ja, ik kan me voorstellen. Heb jij er nooit aan gedacht om te gaan studeren? Je hebt tegenwoordig heel veel nieuwe studies waar je niet bijster intelligent voor hoeft te zijn. Ja, dank je. Ik geloof dat ik nou echt maar vandoor ga. Zie je mij al in zo'n collegebank zitten met zo'n autoritaire bedweter voor mijn neus? Dat zal niet slecht voor je zijn. Nee, ik heb hele andere plannen. Ik heb besloten om dat geld dat ik van mijn moeder heb geërfd nou eens nuttig te gaan besteden. Wat ga je dan doen? Ik ga er lekker een tijdje tussenuit. Reizen, nieuwe mensen ontmoeten. Waarom eet je niks? Ik heb geen honger. Waarom bellen ze nou niet? Het zijn kinderen. Denk alleen aan zichzelf. Maar ik begrijp ook niet waar ze naartoe zijn gegaan. Zoveel geld hebben ze toch niet? Domme, eigenwijze pubers, dat zijn het. Ze hebben ook duidelijk helemaal niks voorbereid. Weglopen is zo simpel. Ik ben benieuwd of ze nog zo zelfstandig zullen zijn wanneer ze ontdekken dat ze ergens moeten slapen, dat ze moeten eten. Hallo, we hebben een kleine lekkage gehad. Schat, we hebben ons zo ongerust gemaakt. Gaat het een beetje? Neem een warm bad. Straks word je nog ziek. Ik weet wat u wil gaan zeggen. Maar ik wil ook dat u weet dat wij nooit waren weggegaan als u eens de moeite had genomen om ons te luisteren. En waarom zijn jullie teruggekomen? Ik had het allemaal bedacht. Dion was eigenlijk steeds tegen. Maar we wilden helemaal niet weglopen. Maar we zagen gewoon geen andere oplossing. We wilden bij elkaar zijn. Begrijpt u het dan niet? Ik hou echt van Dion. En zij van mij. Tja,
Dat geloof ik ook, ja. Maar alleen als je jong bent en heel erg verliefd, loop je weg. Zonder geld mee te nemen, zonder te denken aan wat er daarna moet komen. Niet zo handig, hè? Hoe is het met haar? Ze is doodop, maar ze redt het wel. Ze gaat zo naar bed. En jij moet eigenlijk ook naar huis gaan slapen. Je ziet er moe uit. Ja, we hebben in de auto geslapen. Nou, we praten een andere keer wel. Oké. Slaap lekker. Ja. Hij heeft toch verteld wat hij ervan vindt. Lef heeft hij wel. Moet ik toegeven. Tadaa! Dankjewel. Het is de eerste keer dat we echt alleen zijn. We zijn toch zo vaak alleen? Dat doe ik niet. We doen een hele dag samen. Thuis komt er altijd wel iemand langs. We moeten werken. En hier kan niemand ons lastig vallen. Nee, heb je gelijk. Hè? Gek dat je zo vaak dingen doet waar je eigenlijk geen zin in hebt. Ja, maar straks wordt alles beter voor ons. Voor ons allebei. Let maar op. Ik wil niet nadenken over straks. Of morgen of overmorgen. Alleen nu is belangrijk. Wat zit je nou te peinzen? Wees eens wat vrolijker. Je dochter is terug. Ja. Maar voor hoe lang? Het zal van jou afhangen. En een beetje van mij. Lian is je dochter. Maar ze is geen kind meer. Je moet toch echt leren om haar te behandelen als een jonge vrouw. Maar wat bedoel je daarmee? Dat je het goedkeurt wat ze gedaan hebben? Ik keur het ook niet af. Het is misschien wat kinderachtig, maar je moet toch toegeven dat Mark veel om Lian geeft? Ach, wat weten zij nou van liefde af? Alsof jij daar zo'n held in bent. Nee, je hebt geprobeerd om me nou streng aan te pakken en dat werkt niet, dat heb je gemerkt. Je zult iets anders moeten bedenken, want anders loopt ze weer weg. En dan ben je er kwijt. Ja, dat realiseer ik me ook. Gisteravond was je nog bereid om met haar te praten. Weet je nog? Ja. We zullen moeten praten. Anders blijft alles bij het oude. En dat wil ik niet. Ik heb er uitgebreid over nagedacht. Jij kunt hier blijven wonen en Mark blijven zien. Echt waar? Maar er is een voorwaarde. Wat dan? Het belangrijkste, je studie mag er niet onder lijden. En wat nog meer? Tot jij je tentamens hebt gedaan, mag je hem 2 keer in de week zien. Belachelijk! Ik ben geen klein kind meer. Het gaat om je studie, daar betaal ik voor. Ja, maar dat is toch idioot? Alsof je me kunt kopen. Ik vind het heel redelijk. En als ik nou heel hard studeer, mag ik hem dan 3 keer in de week zien? Oké. Maar dan heb ik ook een voorwaarde. Dat hij hier mag blijven slapen bij mij. Pardon, zeg. Ja. Wat denk je? Dat we kinderen zijn. Ik ga het meteen aan Mark vertellen. Wacht even. Ik geloof niet dat ik het hiermee eens ben. En waarom niet? Eerste deel van die afspraak. Hard werken voor je tentamens. Ja, maar dat heb ik toch al beloofd, lieve papa. Ik kan hem beter nu bellen, want straks gaat hij trainen met Jan Henk, ja.
Ja, ik had je van tevoren al kunnen vertellen wat er ging gebeuren. Maar jij moet ze nog wel alles zelf uitproberen. Laat hem nou even met rust. Je ziet toch wat hij te moeilijk mee heeft? Ja, en ik had het gemakkelijk toen hij wegliep. Stond compleet verjokerd toen Jeff binnenkwam. Sorry. Wil je er nou over ophouden? En? Ga je nog trainen? Ja, ik had eigenlijk gehoopt dat jij hem wilde blijven trainen. Dan kan je lang hopen. Ik heb genoeg met jou meegemaakt. Voor mij hoeft het niet meer. En als ik je nou beloof dat het keihard zal werken? Ja, zal wel. Tot je weer wegloopt. Laat maar dan. Ik kom morgen wel langs om mijn spullen op te halen. Ho, wacht even. Ik heb niet gezegd dat ik het niet doe. Maar ik zeg als ik het doe. Als. En dan wil ik geen gelul meer. Van geen zin hebben of een dag er niet zijn. Je bent er elke dag of het gaat niet door. Nou, is afgesproken. Oké, dan proberen we het nog een keer. Ik zal beloven dat ik keihard zal... Ja, het is wel goed. Het is dat je talent hebt. Maar anders was ik er niet aan begonnen. Het is telefoon voor je, Dian. Hoi. Hoi. Ik heb net met mijn vader gesproken en tot mijn tentamens mogen we elkaar 3 keer in de week zien. Nu wilde hij even met jou praten. Komt het nu uit? Ja, natuurlijk. Ik kom er nu aan. Dag. Wat zei je aanstaande schoonvader? Niks nog. Wat gebeurt er? Ach, jong en verliefd. Even blijven. Het was zo'n fijne dag. Ja, jammer dat het niet altijd kan duren. Maar ik zal het nooit vergeten. Er komen toch nog genoeg van deze dagen. We blijven toch samen, voor altijd. Ja, natuurlijk. Mooi, hè? Als je dit zo ziet, zou je denken dat er toch iets meer moet bestaan. Iets hogers. Een dichter of een schilder die zijn dromen kan laten uitkomen. Let maar niet op mij. Hoezo? Ik vind het juist leuk. Niemand heeft ooit zo tegen mij gepraat. Ik heb 1 keer eerder gedacht dat ik verliefd was, maar het was niets vergeleken met nu. Wat ik jou kende, dus ik niet eens dit bestond. Ik hou van je. Dat is zijn registratienummer. Alberts A. En wat is daarmee? Als ik me goed herinner, hebben wij ooit formulieren voor een aanvullende beurs ingevuld. Ja, dat klopt. Die informatie is allemaal naar Groningen gegaan. Dat wou ik graag terugdraaien. Hoe bedoelt u? Ik wou het graag ongedaan maken. Ik heb nog eens zitten rekenen en volgens mij verdient zijn vader veel te veel om voor een aanvullende beurs in aanmerking te komen. Dat zou valsheid in geschriften zijn. U wil de aanvraag dus annuleren? Inderdaad. Het is toch niet de bedoeling dat hij geld krijgt dat eigenlijk voor een ander bestemd is? Ja, het is goed. Ik zal het doorgeven aan Groningen. Maar u moet ze zelf nog wel schriftelijk op de hoogte brengen. Dat zal ik doen. Vriendelijk dank. Oké. Goedemiddag. Mag ik jou iets vragen zonder dat je meteen tegen me tekeer gaat? Wat dan? Je bent nogal humeurig de laatste tijd. Heb ik er iets mee te maken? Nee, hoezo? Ja, het zou toch kunnen dat iemand een rotopmerking heeft gemaakt over het feit dat ik zwanger ben? Oh, nee, dat heeft er niks mee te maken. Iets totaal anders. Laat maar. Mark en Dian? Jeff. Hey. Laat maar. Rein. Hoe is het? Hey. Gaat wel. Ik hoorde van Jan Henk dat je binnenkort op vakantie gaat. Ja. Ja, ik ga een tijdje tussenuit. Ik zou zo met je mee willen. Waar ga je naartoe? Weet ik nog niet. Corsica of zo. En dan verder met de boot. Waarom neem je niet gewoon een maandje vrij af? Wel, je zou nog raar opkijken als ik dat deed. Nee, serieus. Waarom niet? We hebben toch veel te veel werk? Dat kan ik toch wel aan. En dan huur ik zo lang iemand anders in. Ik zou maar ja zeggen voordat hij ze van gedachten verandert. Dat meen je. Red je het zonder mij? Ja, je hebt het verdiend, toch? Ja, natuurlijk. Nou, oké. Hey, bedankt. En je hebt geld genoeg voor een hele mooie vakantie. Nou. En daarom wil ik ook snel weg voordat het op is. Je gaat het toch niet allemaal over de bal gooien, hè? Nee. Nee, het grote deel ga ik investeren. Heel verstandig. Ja. En van de rest ga ik eens lekker alle dingen doen die ik nooit heb kunnen betalen.
Zoals een rondje geven. Ah, zie je wel, als je helemaal geld hebt, gaan ze meteen allemaal mee profiteren. Doe mij nog 2 bier en neem zelf ook wat. Ik kan niet zeggen dat ik het goedkeur wat jullie hebben gedaan. Achter mijn rug om. Ik vind jullie gedrag bijzonder onaardig. En ik hoop wel dat jij je dat terdege realiseert. Aan de andere kant begrijp ik het ook een beetje. En het pleit voor je dat je moed genoeg had om terug te keren en mij recht in de ogen te kijken. Ik wil daarom voorstellen om de hele zaak nou maar verder te vergeten en met een schone lei te beginnen. Lijkt me een goed idee. Ik heb met Jan afgesproken dat jullie elkaar 3 keer in de week kunnen zien. Maar dat samen slapen zie ik niet zitten. Oh. Wees blij dat jullie überhaupt nog mag zien, hè? Voordat ik verder iets toesta, zal je eerst moeten bewijzen dat je te vertrouwen bent. Zijn jullie uitgepraat? Ja, ik denk dat wij alles besproken hebben. Goed, jij moet gaan trainen, begrijp ik? Vandaag niet. Begin morgen weer. Dan kun je hier vanavond blijven eten. Hoi. Hoe gaat het? Goed. Ja. Ga je mee naar mijn kamer? Bedankt voor de lift. Graag gedaan. Ik wilde al een tijd bij je langskomen. Maar het kwam er maar niet van. Nee, je hebt wel wat anders aan je hoofd. Die Jan die was laatst in de cactus en die vertelde met een en ander over je dochtertje. Zo, dat gaat snel. Wat ga je eraan doen als Robert haar niet wil teruggeven? Ik ben met de advocaat bezig. Het lijkt me vreselijk als je bij je kind wil zijn en dat mag niet. Ja, dat is het ook. Maar ik vind het fantastisch van jou dat je weer zo snel de oude bent. Dat heb ik aan Simon te danken. Ja, door hem weet ik dat ik vooruit moet kijken en dat ik degene ben die er wat van moet maken. Hij is geweldig, hè? Ja, zeg dat wel, ja. Ik heb nog nooit zo iemand ontmoet. Hij heeft me laatst zelfs een keer mee uitgenomen, zomaar, om me op te vrolijken. En ik had helemaal niet het gevoel dat hij het deed om me te helpen. Nee, ik geloof dat hij mij gewoon aardig vindt. En toen we hier kwamen, toen we terugkwamen, toen hebben we nog urenlang zitten kletsen over van alles en nog wat. Leuk voor je. Ja. En ik zat me de hele tijd af te vragen hoe iemand die er zo knap uitziet ook nog zo aardig kan zijn. Ja. Annette heeft het wel met hem getroffen. Ja, zeg dat wel. Nou, ja, sommige meisjes krijgen alles en andere verliezen alles. Simon, ik moet naar het ziekenhuis. Ik zit in de telefoon zo, bij het busstation.